Hallo allemaal, in deze video ga ik een leuk schattig topje maken, maar met een kleine twist. Ik ga namelijk een haatcomment opzetten. Ik hou namelijk niet van die inspirerende quotes op kleding, van die rare teksten. Today will be a good day. Bedenk een lief, schattig, pastelgekleurd shirtje met kleine bloemetjes erop en dan de tekst iets heel doms, droogs en iets met heel veel spelfouten. Dat is toch hilarisch? Daarbij wil ik eventjes zeggen dat jullie me geen lieve berichtjes hoeven te sturen of me te verdedigen tegenover deze mensen. Het kan me namelijk vrij weinig schelen wat voor slechte woorden er naar me toe worden gegooid, want Iedere YouTuber, iedere influencer krijgt wel haat. Sommigen meer dan anderen, ligt eraan hoe controversieel je bent. Maar er is lastig om heen te gaan, want ze zijn er altijd. En wat ik denk dat de beste manier is om daarmee om te gaan, is om het gewoon door je heen te laten gaan of om erom te lachen. En daarnaast zijn 99% van mijn comments leuk, lief en grappig en heb ik sowieso niks om over te klagen. En bedenk, als ik me gekwetst zou voelen over deze comments, dan zou ik ze niet op een t-shirt zetten. Ik zit ook al iets van 6 jaar op YouTube, dus geloof me, ik kan ermee omgaan. Met dat gezegd te hebben, ga ik jullie mijn leukste haatcomments laten zien en moet ik er eentje uitkiezen om op mijn topje te zetten. Nu is er één haatcomment die echt de allermooiste is en ik zal hem nooit meer vergeten, want ik kan hem niet meer vinden. Ik ben de originele comment kwijt. Het was een comment van jaren geleden. Dit is hem, ik ga hem maar niet hardop opzeggen, ook al is het verkeerd gespeld. Probeer maar uit te halen wat diegene probeerde te zeggen. Ik ga er nog steeds stuk om. Maar omdat ik daarvan de originele comment niet meer kan vinden, kan ik hem ook niet op een t-shirt zetten. Tenzij ik het woord borduur. Andere video. Ik heb 4 comments uitgekozen die ik ontzettend grappig vind. En ik heb Instagram laten stemmen welke de allermooiste is en op een t-shirt moet. En dit is de uitkomst. Jongens, ik heb heel hard jullie hulp nodig. Ik wil namelijk een haatcomment op een t-shirt zetten. Alleen ik heb 4 superleuke haatcomments. Echt super grappig. Maar ik kan niet kiezen welke ik op een t-shirt moet zetten. Dus help me eventjes door op de volgende stories te stemmen op je. Eerst hebben we: jij bent niet mooi, geen haat. Of je hebt: jouw video's is saai en dom, jij domerik. Of zo. Het is lastig te herinneren. Ik kan nergens afkijken. De andere 2 zijn: oh my god, je doet echt zo erg meisje Jamila daar, doe gewoon je eigen ding. Of mijn favoriete, denk ik. Ik weet niet zeker. Lelek Kita. Ik zal straks kijken welke de 2 winnaars zijn. En die nemen we dan tegen elkaar op. En dan zullen we zien welke haatcomment het leukste is voor op het t-shirt. De finale is: je bent niet mooi, geen haat. Of Lelek Kita. Kies, welke wint? Het is aan jou. Stem nu. En de winnaar is Lelek Kita. Deze comment heeft alles. Het is kort, maar krachtig. Het is verschrikkelijk slecht gespeld. Het is op waarschijnlijk een vaders account. Oké, dus wat ik ga doen is, ik ga eerst dit shirt een leuk kleurtje geven. Hij is van de Bristol. Deze kleurtjes ging ik eigenlijk gebruiken voor een tie-dye video, maar ze kwamen te laat aan voor het filmen van de video. Dus ga ik ze nu hiervoor gebruiken. Ik ga, welke kleur ga ik doen? Natuurlijk ga ik voor de paars. Ik ga niet alle kleur gebruiken die hierin zit, want je kan hier echt super veel mee kleuren in één keer. En ik wil hem ook nog pastel hebben, dus ik ga echt een klein beetje, ja. Als het t-shirt gekleurd is, ga ik hem kroppen. Daarna print ik de comment uit op deze t-shirtfolie en kan ik hem strijken op mijn shirt. En als laatste ga ik er schattige bloemetjes of zo op borduren. Ik ga hem zo schattig mogelijk maken. En het is 2:30 s'nachts. Mijn slaapschema is echt... Ik ga de verf klaarmaken. Ik heb hier de aangemaakte kleurstof. Het ziet er heel fel uit zo. Maar als ik hier een stukje stof pak en erin dip, kan je zien dat het heel mooi lichtpaars wordt. Dit is een emmer vol met warm water. Ik volg eigenlijk gewoon de instructies van de verpakking. Ik hoor eerst mijn stof nat te hebben. Ik gooi er meteen ook dit hemdje erbij die ik ook heb gekocht bij de Bristol. Vervolgens moet ik de verf erin doen, dus... Yeah! Oh, dat is niet helemaal opgelost. Beetje... Oh, dit hoor je eigenlijk met handschoenen te doen. Lekker. En nu moet ik het rond gaan roeren voor
Hoe lang? Roer stevig en regelmatig gedurende 30 tot 40 minuten, zodat de textielverf en de stof goed worden gemengd. Zet de timer voor 30 minuten. Mijn handen gaan paars worden, maar wat maakt het uit? Yeehaw! Oké, jongens, ik kom terug als ik geroerd heb. Splash splash, ik ben een wasmachine. Wee! 30 minuten zijn voorbij en hij ziet er zo uit. Oeh, mooi pastelpaars. Dit is de perfecte kleur, maar ik denk dat hij wat lichter wordt als hij droog is. En ik heb een klein foutje gemaakt. Ik heb namelijk niet alle poeder laten oplossen toen het in het glas zat. Dus er staan wat spikkeltjes op van onopgelost poeder. Kan je dit goed zien? Ik heb geen idee. Geleidelijk over de stof staan er soms wat spikkeltjes, maar ik vind het niet al te erg. En nog iets wat op te merken is, is dat deze meer roze eruit is gekomen dan deze. Deze is meer blauw. Wat mij verbaast, want als het goed is, is het dezelfde stof. Of ik heb niet goed gekeken, maar ik dacht echt dat het dezelfde stof was. Maar ik denk dat ik genoeg geroerd heb en ik ga deze in de wasmachine stoppen om ze eventjes om te spoelen. En daarna ga ik ze in de droger doen. En in de tussentijd dat dit wast en droogt en weet ik veel, ga ik mijn mooie comment uitprinten op dit t-shirtfolie. Waarom zijn printers altijd zo gedoe? Waarom doet hij niks? Kom op. Dus hij zegt de hele tijd dat ik de verkeerde maat heb voor de fotopapier. Het papier is A5. Kijk wat hij doet. Inkt is op, natuurlijk. Zoals altijd. Wat? Dus ik ga nu proberen om hem uit te printen op zogenaamd normaal papier. Ik weet niet hoe dit eruit gaat komen. Doe iets. Print. Ja, ja, daar gaat hij. Oké. Wat als ik hem opnieuw op deze manier uitprint? Oh, ik ben echt dom. Oké, nou, nu maakt het niet meer uit aan welke kant ik hem doe. Miauw. Is hij mooi? Ja, dat ziet er beter uit. Ja. Cute, cute. Ik ga hem uitknippen. Ik wil nog wel een beetje de vorm van een comment hebben. Dat is wel goed. Ik hoef die niet super exact uit te knippen, want het witte deel gaat toch doorzichtig zijn, volgens mij. Volgens de handleiding moet je geen scherpe hoekjes hebben, dus ik ga deze hoekjes hier afronden. Oké, deze ga ik nu strijken. Nee. Mijn tafel was nog nat. Nu is de inkt een beetje uitgesmeerd. Ik bedenk me nu net dat ik het sowieso verkeerd heb geprint, omdat het niet in spiegelbeeld is geprint. Ik ga terug naar de printer. Echt zo dom dit. Dit keer heb ik hem wel 3 keer op dezelfde plek uitgeprint. In spiegelbeeld dit keer. Oké, dus dit keer moet ik hem niet laten vallen in een druppel water. Dit is hem dan. Dit wordt hem. En dan ga ik hem nu strijken. Zo, ik ga nu de kleding halen uit de droger. En dan, dit is de... Oh, dit is toch niet heel erg droog, maar... Oh, pastelpaars. Hey, nice. En dit is het hemdje. Wacht. Oeh. Ja, yes. Oké, zo lijkt het gewoon helemaal wit. Maar als je het vergelijkt met wit-wit, dan ziet het er echt paars uit. Oké, toppie. Ik ga strijken. Yeah, we gaan strijkijzeren. Ik heb net dit stukje even gestreken, zodat hij volledig droog is. En ik ga nu mijn dingetje erop zetten. Ja, zo. Dit is goed, toch? Ja. Oké, dus ik moet voor 10 seconden lang strijken. Oké, cool. Was dat 10 seconden? Ik denk het wel. Nu moet ik hem eventjes af laten koelen. Die geur is niet prettig. Oké. Okay. Ja, dat is heet. Ik moet hem eventjes volledig af laten koelen en dan mag ik het velletje eraf halen. Oké, hij is volledig afgekoeld en de zon is komen opdagen. Woehoe, leuk. Ik film in zonlicht. Ik ga hem eraf pellen. Als het me lukt tenminste. Ja. 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 Ik kan dit niet met één hand. Moment, wacht. Hier is mijn knie. Perfect. Dat is hem. Oeh, alright. Oké, hij staat erop. Zoals je kan zien heb ik hem alvast in een frame gedaan, zodat ik hem makkelijker kan borduren. En ik ga nu eigenlijk beginnen met een kader om mijn comment heen te maken, zodat het meer op een comment lijkt. Ja, dit gaat nog wel even duren. Nu ga ik met deze groen een soort van liaantje maken. Een beetje een swiggle lijntje om de omleiding heen. Ik weet nog niet precies hoe ik dit ga doen, maar ik ga er gewoon voor. In
inmiddels is het al 2 dagen verder. Dat kan je misschien wel zien aan mijn nagels. Maar ik ga nu beginnen aan de bloemetjes en de blaadjes. Ik ga denk ik eerst roosjes maken met deze mooie roze. En ja, de rest zie ik wel. Het is de volgende dag en het is tijd om dit shirtje te gaan kroppen. En dat betekent snip snip. Hier kan ik een scrunchie van maken. Cool. Oeh. Kort. Ik ga eerst eventjes dit randje hieronder afwerken. Dit is kort. Maar ik vind hem wel leuk. Ik vouw hem even binnenste buiten. Deze vouw ik even 2 keer om zo. Naar binnen toe. En dan ga ik dit vastnaaien. Ik ga hem eventjes aanproberen. En dan kijk ik of ik hem nog wat ga innemen straks. Oké, ik ga hem zeker weten inkorten. Hij gaat weer binnenste buiten. Ja, dat moet goed zijn. En dit doe ik eventjes ook aan de andere kant. Oké, deze ga ik weer eventjes aanproberen. Best wel strak. Zodra hij zit, zit hij goed. Maar het is vooral als ik hem aantrek dat hij dan heel erg lastig over mijn schouders gaat. Dus ik ga hem eerst wat losser naaien en dan haal ik deze los. Deze kant is klaar. Oké, mijn topje is op maat, maar ik dacht ik ga eventjes van de reststof een scrunchie maken. Dit is namelijk volgens mij perfect. Ik heb de onderkant er al afgeknipt en ik ga deze nu dubbelvouwen zo. En deze ga ik op elkaar naaien. Ik ben dom. Ik moet het alsnog ook knippen. Ik ga een stuk eraf knippen. Ik heb elastiek nodig. Hier een knipje in. Tada! Scrunchie. Ksk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 
scrunchie erbij, zo. Ik vind hem echt heel schattig geworden. En dan het vleugje sarcasme met de haatcomment is gewoon mwah, prachtig. En dan ook nog met een bijpassende scrunchie is hij helemaal off. Yes! Ik vond die kleine roosjes trouwens ook super leuk om te borduren. En ik heb verschillende steken zitten leren. Willen jullie misschien een borduurvideo waarbij ik uitleg hoe je van die kleine bloemetjes maakt? Ze zijn namelijk super leuk om op een tas te doen of op je shirt of je broek. Het topje is ook gewoon schattig als je hem ziet van een afstand. En als je dichtbij komt dan zie je daar zo lelijk Kita staan. Ik vind hem echt mooi. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Volg me op mijn social media. Linkjes staan in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!